Hevige regenval in het Spaanse Tolosa maakt de omloop loodzwaar. Zwijfer en Stamsnijder zien dat graag gebeuren. Voor de wedstrijd had ik Stamsnijder gesproken en gezegd van... Luister, mij maakt het niet uit wie wereldkampioen wordt. Dit gaat een van de drie zijn, maar liefst niet Zwijfer. De ronde en de Nederlander Stamsnijder neemt enkele meters. Zwijfel en Liboton aarzelen net iets te lang en de Nederlander gaat door. Een woord is een woord, dus ik blijf zitten. Het was eigenlijk in het begin om een beetje in een aftastfase nog van... We zijn een paar toertjes blijven rijden op 15 seconden en dan pakte men in één keer 35 seconden. De Nederlander die vorig jaar nog derde werd de Wetsicon, stemde heel zijn voorbereiding. Henny Stamsnijder rijdt in de regen en modder van het Spaanse Tolosa de hele dag aan kop en wordt wereldkampioen veldrijden bij de profs. Het is de eerste wereldtitel veldrijden voor een Nederlander. Ik moet zeggen, het zag er niet heel erg fris uit daar. Het was inderdaad bagger. Ja. Ik had een lekke band. Ja. Dus daarom reed ik zo heel rustig op die baan. Oké. Dus ja, en dan komt wel een stukje ontlading dan op een gegeven moment, want je bent toch wel met bepaalde dingen bezig. Kijk, we herkennen je nog. Je bent niks veranderd. Nee, nee. Je bent niks veranderd.